Yo guys, jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan we natuurlijk weer verder aan de Two Gun Mania serie hier op Call of Duty Black Ops 3. Vorige keer hebben we natuurlijk gewonnen en mochten we natuurlijk verder naar de volgende twee wapens. Vorige keer hebben we met de KN en de CUDA gespeeld. Dit keer gaan we met de XR2 en de VMP spelen. Ik heb net een kill gemaakt met de XR1. Dus dat betekent dat ik nu weer een kill moet maken met de VMP. Voor de mensen die nog deze serie niet kennen. Zoals ik al zei, het is dus de bedoeling dat ik na elke kill switch naar een andere wapen. Ik heb de wapens al ingesteld zoals je kunt zien. En we moeten de 10 deathmatch potje... Wow, wat? 10 deathmatch potje winnen om door te mogen naar de volgende twee wapens. Als we dat niet doen, dan mogen wij niet door. Dan moeten we dan gewoon blijven. Dus dat is best wel leuk. Jullie vonden dit een leuk idee, dus ik dacht, nou ja, weet je, dan doen we het maar gewoon. Het is dus leuk. Oké, dat klonk heel erg raar. We spelen op een hele nieuwe map, dit is Rumble. Ik ben heel erg benieuwd. En ik ben ook best wel blij dat we nu met deze twee wapens mogen spelen, omdat dit twee van mijn favoriete wapens zijn, die ik toch wel heel veel heb gebruikt toen Black Ops 3 nog heel erg speelbaar was. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe we dat gaan doen, jongens. Ik hoop dat ik een beetje chill teammates heb. Dat is ook heel erg belangrijk, want we moeten natuurlijk wel gewoon winnen. Het gaat eigenlijk om een beetje of we winnen, ja of nee. Ah shit, die had ik gewoon moeten hebben. We staan 4 kills achter, kom op teammates. Kom op, jullie kunnen het, ik voel het gewoon. Het is wel irritant, ook al ga ik dus kapot goed met deze twee wapens. Als ik verlies, dan verlies ik gewoon, mag ik gewoon niet verder. Dus dat is best wel iets aan deze serie waarvan ik denk van, ah, dit is best wel zonde. Want dan ga je lekker en dan, waarschijnlijk weet je dat niet. Dus let's go, man. Come on, come on. Die enemies zijn wel een beetje waarvan ik zeg van... What? Nou, dat dus. Oké, hij sloopt mij echt helemaal totaal. Hij sloopt mij echt totaal. Nou, wat de hel is dit dan? Waar staat hij? Ik weet niet eens hoe... Hè? Oké, het zal wel. Ik kan hem niet eens zien staan. In de leaderboards. Ik heb die wel. Oké, hè? Kan ik eigenlijk weer met de XR2? Ik zeg jullie wel, jongens. De XR2 is waarschijnlijk wat langzamer gemaakt met schieten. Want ik heb nu Rabbit Fire erop staan. Alleen hij lijkt wel langzamer. Maar dat kan aan mij liggen, hoor. Dat kan ook aan mij liggen. Oh, ik heb een kill. Kom op. Ik hoor iemand met dat ding draaien hier. Dat is een teammate. Oké. Lekker. Oké, deze moeten we herladen. Even snel terug. Kunnen we weer verder. Zit hij hierheen? Een raid. Ze hebben een raid. Oké, nu willen we eigenlijk zoveel mogelijk binnen blijven. Het is een beetje pushy spelen, maar... Het moet maar even. Oh, mijn goede genade. Dat was kapot veel geluk hebben. Oh mijn god, die hebben we ook. Lekker. Oké, nu switchen. Het dak is hier open, dus we moeten wel uitkijken dat we niet doodgaan door die raid. Oh my god. Ja hoor, ze blijven achterin zitten. Ze blijven achterin met lange afstandswapens. Ik heb nu die VMP, dus niet echt het ideale van het ideale. Maar. We mogen weer een kill maken met X2. Ja, oké, lekker. Zit er nog één. Ze zijn gecounterd, dus hij zag natuurlijk niet dat ik er was. Het is een voordeel, maar het is ook wel weer een nadeel. Want ik had het liefst dat hij op me afkwam. Kom op, jongens. We staan nog steeds 2 kills maar achter. Wat? Ik werd geshockcharged door een enemy shockcharge. Terwijl mijn teammate daar. Oké. GG. Ik weet niet hoe dat kan, maar... Oké, lekker. Dat is gewoon een free killetje. Oké, dankjewel. Jezus, liep de hele tijd tegen dat bord dan, man. Kom op. Ja, die hebben we ook. Ah, shit. Ah, ze hebben ook een AGR of een... Hoe noem je dat ding? Ik weet niet. Zebrus. Ik loop ook nog eens tegen teammates aan. Lekker leuk bezig. Ik ga niet naar buiten, want daar loopt... Of daar rijdt die AGR of die Zebrus ook natuurlijk. Volgens mij Zebrus. Oh mijn god, dat is een nadeel, jongen. Ik had ze alle twee kunnen hebben natuurlijk, maar ja... Ik moet natuurlijk de hele tijd switchen van wapen. Oké, let's go, man. We gaan hard. We blijven nog wel bij hun. Weet je, het is niet alsof ze... ons op dit moment compleet aan het slopen zijn of zo. Lekker, let's go. Lekker, let's go. Shit. Lekker, let's go. Gaan we deze even pushen, want er zit er nog één. Lekker teammate. Kut, ik had geen ammo meer. Lekker teammate. Lekker, let's go. Oké, hier heb ik nog maar 3 kogels in. Wacht even. Nee, niemand hier. Oké.
Kom op. Lekker, dat is een free kill. Let's go. We gaan lekker, man. Oh, mijn god, dankjewel, teammate. Ik heb natuurlijk geen quick draw op mijn VMP aanstaan, want ik had er geen punten voor en shit. En ik had het beste op zo'n primary wapen staan, dan op je second. Nee. Oké, we zijn nu lekker aan het winnen, jongens. Ze zijn gereedsquit. Let's go. Let's go. Zo moet het gaan, jongen. Zo moet het gaan. Schaf hier buiten. Zo moet dat gaan, maar we moeten natuurlijk wel kills blijven maken. Hallo? Ze zijn hier natuurlijk. Ze zijn sowieso hier alle twee geweest. Oké, niet dus. Goede prediction, Santino. Dankjewel, jongens. Er zijn ook nieuwe gejoined, dus dan kunnen we het potje eens makkelijker en sneller winnen. Kom maar hoor. HGXD, jij gaat echt heel raar, maar je hebt hem wel. Let's go. Ze zijn hier niet. Ik hoor ze ook niet lopen of zo. Ze zijn hier niet. Oké. Ah, ze lief al. Oké. Er zijn nog drie, man. Oh, oké. Wow. Deze hebben wel zot. Ik heb ook een hater, dus dat kan helemaal niet meer fout gaan. Wow, dat ging nog wel bijna fout. Die heb ik ook. Let's go. Oké, XR2 is ook gewoon nog lekker sterk, hoor. Oh! Let's go, jongen. In het begin waren ze nog wel even goed. Toen hadden we wel even een beetje moeite met ze. Maar daarna ownen we ze helemaal op de muur. Ho, die XR2 blijft chill, jongen. Hoe je het ook went of keert. Hoppakas. Juvieke erin roepen. Oh, en nu joinen er pas nieuwe, hè. Net nu die hater bijna voorbij is, zowat. Let's go. Oh, ik dacht dat ik nog een hater had, maar ik heb een counter. Ja, zo goed ben je nou ook weer niet, Santino. Nee, dat weg heb ik. Naartoe, Rieserschaften. Ik zal sowieso naar midden komen, let op. Oh nee. Maar ik had een soort van goed. Lekker, let's go. Dus nog een killetje erbij. Nog een killetje erbij. Oh, dit hebben we easy XP's, jongen. Easy XP's. Hoppakas. Lekker hoor. Even laden. Oh, mijn aim. Wow. Even switchen naar mijn VMP. Ik moet steeds de kill maken. Ja hoor, en nog een etentje dacht. Oh, hij had me ook nog met die AK-5 is sterk, jongen. Dat is echt bizar. Maar wel gewonnen. 42-12. Hey, ik vind het helemaal mooi. Hey. We gaan door naar de volgende wapens, jongens. Ik ga meteen even de klasse maken voor de volgende wapens. Want die heb ik deze aflevering niet gedaan. Dat ga ik voor de volgende aflevering alvast wel doen. Zodat je weet waarmee wij natuurlijk gaan spelen. We mogen door naar het derde wapen. Het gaat lekker. Als ze door blijft gaan, dan zijn we in de min van tijd gewoon klaar. Behalve als bij de snipers komen en alles. Maar ja, dan kan mijn ass ook weer gesaved worden. Doordat we het potje Team Deathmatch natuurlijk winnen. Dus dat is al helemaal mooi. Maar ja. Johnny ging nog wel goed. Dat zeg ik je eerlijk. Johnny ging nog wel pittig. Even een slokje water nemen, hoor. Oh. Maar in principe ging dit potje wel goed, jongens. In principe ging het wel lekker. Ik vind die XR2 sowieso heel erg chill. VMP is sowieso standaard heel erg chill. Die heb ik heel veel in het begin gebruikt. Alleen nu is de recoil ook wel heel erg omhoog. En ik heb geen foregrip of ik heb geen quick draw erop staan. En wat is het gebeuren. Maar dat maakte dus niks uit. Uit mijn hoofd moeten we nu met de HVK en de Varo of de Weevil. Eén van die twee. Of Weevil? Zit de Weevil hier? Nee. Jawel. Ik zou niets weten. Volgens mij niet, nee. Wat lukt nou met de Weevil? Oké, we gaan even lief, jongens. Even kijken. Helemaal naar beneden. Met de HVK mogen we en... Jawel, wel met de Weevil. Niet, don't judge me, oké? Oké, we gaan even een leuk cameltje erop knallen. Een aloscopie met een quick drawtje en een stok. Ik heb nu dit keer geen Raptfighter erop staan. Maakt niet uit. En de refill. En met nog eens een mooie camo. Hoppa. Daar kan ik ook geen attachments op pakken. Oké, nou, dit is dan de klas, jongens. Dit is de klas voor volgende keer. Die wij gaan gebruiken. Super awesome. Ik denk wel dat we hier ook wel wat leuks mee kunnen doen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus zijn jullie ook heel erg benieuwd? Druk de keihard blauw duimpje omhoog. Voor deze video leuk? Druk de keihard blauw duimpje omhoog. Ben je nu mijn kanaal? Zit ik ook mijn kanaal uit voor vermiste video's? Abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Wil ik bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik jullie weer terug bij een nieuwe aflevering van Toegun Mania. Later, jongens.